Apeldoorn verwijdert per jaar meer dan 1000 fietsen, maar bijna niemand haalt ze op. Maandag 27 januari zijn de publieksbalies van het stadhuis van Apeldoorn weer geopend. Waarom worden er fietsen verwijderd? De plekken die je daar nodig hebt voor de reizigers, om die optimaal te laten zijn. Deze bakfiets hebben we gevonden bij het station, met sleutel en al. Dus die hebben we meegenomen omdat die is waarschijnlijk gestolen, maar we kunnen de eigenaar niet achterhalen. Dus deze mevrouw of meneer die deze fiets mist, die kan hem ophalen bij ons. Als hij bewijs heeft dat deze fiets van hem is. Maar zoiets laat je niet achter. Dat lijkt me sterk. Dus hij moet ergens gestolen zijn. Dus ik zou zeggen, kom hem halen. Als je dan je fiets kwijt bent, dan kun je op gevonden en verloren fietsdepot Apeldoorn kijken. En dan kun je kijken of je fiets ertussen staat. En dan kun je je fiets tegen betaling van €25, kun je je fiets weer ophalen. En zijn er afgelopen jaar veel fietsen verwijderd? Iedere maand worden er wel fietsen verwijderd die langer dan 30 dagen in de stalling staan. En die komen dan allemaal hier op het fietsdepot terecht. En hoeveel fietsen waren dat ongeveer? Dit jaar hebben we ongeveer 9000 fietsen hebben we gehad. Die we hier, dat zal ik even na moeten kijken, maar ongeveer rond de 10.000 fietsen hebben we wel gehad hier. En hoeveel mensen kwamen er terug om fietsen op te halen? We hebben dit jaar ongeveer 600 mensen gehad die de fietsen opgehaald hebben. Maar dat is nog te weinig, want er zijn nog te veel fietsen in het depot die een eigenaar hebben. Wat gaan jullie met de fietsen doen die niet worden opgehaald door de eigenaren? De fietsen die blijven hier 13 weken staan en dan gaan de fietsen naar de kringloopwinkel, naar Phoenix. Die hebben daar een prachtige winkel en daar worden ze opgeknapt en dan worden ze verkocht. Dit pand is gerenoveerd. Wat is er precies vernieuwd? Nou ja, naast dat, zoals je achter ziet, alle balies zijn vervangen, hebben we eigenlijk ook grootschalig onderhoud gedaan. De cv-installatie is eruit, alles opnieuw in een verfje gezet. Dus er is heel veel meer gedaan, wat eigenlijk ook gewoon bij groot regulier onderhoud hoort. Wat merken de bezoekers? Nou ja, de bezoekers merken vooral dat ze nu in een stadhuis komen die heel erg open, heel erg licht is. En waarbij ze eigenlijk op een hele informele manier, bijna op een woonkamer manier, worden ondersteund en begeleid. Welke afspraken kunnen er op dit moment worden gemaakt hier? Nou ja, eigenlijk alle oude afspraken, want op dit moment zit alles weer hier aan het Marktplein. Of je nu voor een paspoort komt, een rijbewijs, geboorteaangifte. Alles kan nu echt vanaf één adres hier aan het Marktplein. Bent u tevreden? Ik ben heel erg tevreden. Wanneer is de officiële heropening? We hebben komende vrijdag een kleine heropening om er even bij stil te staan. We plannen binnenkort een open huis voor de inwoners van Apeldoorn. Brandweer en politie zijn maandagavond gealarmeerd voor rook in een bus. De bus stond stil bij een bushalte aan de Koningsstraat toen er opeens rook uit de motor kwam. De buschauffeur vertrouwde het niet en schakelde de brandweer in. De brandweer heeft de motor gekoeld waardoor het brandje was geblust. De passagiers hebben in een andere bus de reis voortgezet. Oorzaak van de brand is onbekend.